Nou, mijn naam is Johan Postma. Ik ben geboren in Winschoten in 1964. En ik ben kwartiermaker beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Kuik per 1 januari aanstaande. Johan Postma, geboren Fries en al enkele jaren de baas van de ambtelijke organisatie van de samenwerking tussen Kuik, Graven en Mil. In deze fase van de gemeente Land van Kuik is Johan kwartiermaker. Maar wat is dat precies? Ja, een kwartiermaker betekent echt zo'n oude term, hè, uit de militaire wereld. Je maakt kwartier, dus je zorgt dat de nieuwe organisatie er staat op 1 januari. Dus ik ben met heel veel mensen bezig. Ik denk 250 ambtenaren en inhuur in totaal om te zorgen dat de nieuwe gemeente kan starten op 1 januari aanstaande. En gaat dat zonder slag of stoot? Nou, wat je in zo'n herindelingstraject natuurlijk tegenkomt is sowieso het juridische traject. Hè. Je moet het hele wetgevingstraject doorlopen met uiteindelijk ook de Eerste Kamer of de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nou, dat hebben we twee keer gedaan, zeg maar. Hè. In eerste instantie zijn we natuurlijk met 3 gemeentes begonnen. Kuik, Boksmeer en Sint-Antonis. Toen is in eind januari is via de inwonersraadpleging is de gemeente Midden Sint-Hubert ook aangesloten. Dus zijn we eigenlijk weer gewoon opnieuw het juridische traject gaan doen met een herindelingsontwerp, herindelingsplan of herindelingsadvies. En uiteindelijk, hè, op de valreep zou ik bijna willen zeggen, ook Graven natuurlijk nog, die bij de landelijke verkiezing ook een inwonersraadpleging heeft gehouden. En die hebben toen via een uniek staatkundig verhaal, de novelle, zijn die ook alsnog aangesloten. Dus daar hebben we niet het hele juridische traject opnieuw gedaan, maar eigenlijk een soort spoed. Procedure, echt een unieke procedure. En verder nou, het besluit genomen over de huisvesting. Hè. Dus de definitieve huisvesting komt in Boksmeer. Maar ook heel praktisch, waar gaan we vanaf 1 januari zitten? Nou, daar is inmiddels ook besloten dat Kuik en Graven gaat worden. We hebben een nieuw functieboek gemaakt. Hè. Ik kan voorstellen, we gaan van 3 organisaties naar 1. Dus er is een nieuw functieboek gemaakt. Dus alle mensen zijn geplaatst. Dus dat is ook best een ingrijpend verhaal. Hè. We hebben 700 mensen in dienst in totaal en die zijn allemaal van een oude functie naar een nieuwe functie geplaatst. Ja, en voor de rest heel veel ook detailzaken, maar dat zijn denk ik wel de grote onderwerpen. En kerndemocratie, hè, misschien een van de uitdagingen is toch wel, we worden de grootste gemeente van Brabant qua oppervlak. En het wordt natuurlijk best een hele kunst om te zorgen dat alle 33 die kernen, hè, dat die ook gewoon goed gehoord blijven worden. En dat we daar ook goed de verbinding mee houden als nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente Land van Kuik gaat de grootste gemeente worden in oppervlakte van de provincie Noord-Brabant. En de 7e grootste van Nederland. Er liggen kansen voor deze nieuwe grote gemeente. Er is veel te zien in de streek en dat moet nog meer toeristen gaan trekken. En belangstelling om zich economisch te vestigen. Wat betekent zo'n groot oppervlak en de afstanden voor de inwoners van het Land van Kuik? Ja, nou kijk, we hebben daar ook wel, het bestuur heeft er ook wel over nagedacht. Hè, want dat was natuurlijk wel aan de voorkant van ja, hoe behouden we dingen wel. Dus we hebben ook wel gezegd van we gaan op 1 plaats straks de dienstverlening doen. Hè, dat wordt uiteindelijk Boksmeer. We gaan zorgen dat onze digitale producten, dat we dat goed aanbieden. Dat we sowieso een goede website hebben. Maar wat we bijvoorbeeld ook gaan doen om dat toch wat te compenseren. Hè, want ik kan je voorstellen dat het voor sommige mensen best lastig is. Hè, stel slechte been of je hebt geen eigen vervoer. Betekent dat we de producten ook gewoon thuis gaan bezorgen. Hè. Dus dat is ook echt een door het bestuur besloten. Om dat echt aan te gaan bieden. Mensen kunnen kosteloos hè, in principe gewoon hun product, bijvoorbeeld hun paspoort of hun rijbewijs, thuis bezorgd krijgen. En je mag het natuurlijk komen ophalen, maar nou ja, dat, op die manier proberen we wel wat te compenseren dat het misschien voor sommige mensen lastig is om richting Boksmeer of in de tijdelijke situatie naar Kuik en Graven te rijden. Op 24 november gaan de inwoners van het Land van Kuik naar de stembus. Wat gebeurt er daarna? Nou ja, als je natuurlijk kijkt, we hebben straks de verkiezingen hè, op 24 november. Nou, daar wordt op dit moment heel veel energie in gestoken, want we willen ja, heel graag dat heel veel mensen natuurlijk naar de stembus komen. Omdat ja, het belangrijk vinden dat mensen ook stemmen en ook kiezen, hè, dus een invloed kunnen uitoefenen. Na 24 november is het natuurlijk aan de grootste partijen om te kijken hè, hoe ze een college willen gaan vormen. Nou, dat zal best enige tijd in beslag nemen. Er start ook een provinciale procedure om tot een waarnemend burgemeester te komen. Dus dat is allemaal best wel spannend. We krijgen in principe een tijdelijke of een waarnemend burgemeester vanaf 1 januari aanstaande. Er komt een nieuw college
voor de nieuwe gemeente. Nou, dat zal ook ergens in januari zijn beslag vinden. En alle personeel start, alle medewerkers van de gemeente, alle ambtenaren starten op 1 januari voor een groot deel op een nieuwe werklocatie. Hè. We gaan vanaf Kuik en Grave werken met de ambtenaren en we houden een loket voor de burgers voorlopig in Kuik, maar ook in Boksmeer. Dus ook burgers kunnen ook in Boksmeer terecht tijdens de verbouwing zeg maar, van Boksmeer. En blijven dan na de verkiezingen de huidige burgemeesters tot 1 januari actief? Ja, dat is inderdaad wel. Dat is ook wel wat bijzonder aan kwartier maken. Ik ben natuurlijk al bezig met een nieuwe organisatie, maar er draaien nog gewoon 5 gemeentes en 3 organisaties. Hè, want we hebben natuurlijk de werkorganisatie CGM. Maar alles tot 1 januari is het oud. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat ik dit jaar wel een bijzonder oud en nieuw heb. Want ik denk dat ik om 12 uur, dat wordt wel even een bijzonder moment. Dan is het van 5 oude gemeenten, is er een gemeenteland van Kuik. Dus dat is, ik denk dat dat wel een bijzondere avond gaat worden. Voor sommigen een traantje, voor anderen een jubel momentje. Ja, nou ja, het is wel een bijzonder moment. Afscheid, hè, word ik ook afscheiden van oude gemeentes gewoon. Dus het is voor een gedeelte ook wel een ritueel van afscheid en verlies. In de zin dat heel veel mensen natuurlijk enorm betrokken zijn bij de huidige gemeente of bij de huidige organisatie. Ja, en het is iets afscheid nemen van iets, maar het is ja, ook een nieuwe start. Dus ja, dat is voor sommigen is dat een traantje laten en voor andere mensen ja, een mooie uitdaging of een nieuwe start inderdaad. Ja. Van Kuik heeft 32 dorpen en 1 stad. Veel pracht en praal en mooie natuur. Maar wat vindt de kwartiermaker zelf van deze streek? Ja, nou ja, dat is wel bijzonder. Ik kom natuurlijk van buiten, hè. Dat zou mijn accent wat horen. Ik ben in Friesland opgegroeid. En ik zeg altijd, ik ben voor de liefde ben ik naar Brabant gekomen. En sinds 2017 werk ik in Land van Kuik. En ik ben historicus van huis uit. Ik vind het een hele mooie historische streek. Hè. Het is natuurlijk met heel veel mooie oude kloostergebouwen. Ik vind het Maasheggengebied, het Romeins verleden. Dat zijn gewoon zaken die me aanspreken. En het is gewoon een hele mooie. Ik ken het ook niet heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Of stekker, ik had er ook weinig van gehoord. Maar het is, nou ja, het is wel een gebied waar gewoon heel veel groen is. Maar ik vind met name het historische, de Maasheggen, is voor mij echt een heel bijzonder, vind ik een heel bijzonder gebied. En het Romeins verleden, dat zijn voor mij wel de als ik het heb over hè, wat zijn mooie plaatsen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind de mensen, ik vind het een prettige mentaliteit hier. Het is wel gastvrij. Ik heb hier nooit het gevoel gehad dat ik buitenstaander ben. Je wordt er wel makkelijk opgenomen. Het lijkt ook wel een beetje op Friesland qua mentaliteit. Het is toch een beetje ver weg van het Westen. Ook wel een beetje een cultuur van we redden het wel met elkaar. En we zijn ook wel trots op wat we hier hebben. Dat herken ik ook wel vanuit mijn roots in Friesland, zeg maar. Zeker hier in Graven. Dus. Ja, nee, vanzelfsprekend. We zitten hier op een mooie historische stadhuis. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel dat, veel trotse mensen op hun kernen. En daar gaan we als nieuwe gemeente ook zorgen dat die trots goed kan blijven, inderdaad. In die nieuwe gemeente word je secretaris, directeur van de organisatie. Jullie zijn ook op zoek naar mensen? Ja, we hebben op dit moment 86 vacatures en we zijn heel hard bezig om die in te vullen. Ik heb ook wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ik denk dat we ook wel een aantrekkelijke werkgever zijn, maar dat is best. Daar zijn we op dit moment wel heel hard mee aan het werken, inderdaad. Mijn laatste vraag. 1 januari 2000. Zullen we zeggen, 26. Hoe ziet het er dan uit voor de gemeente Land van Kuik? Dan staan we volgens mij aan de vooravond van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dan zitten we aan het einde van de eerste collegeperiode. Nou ja, dat is natuurlijk wel de periode dat je dat moet blijken of die herindeling ook, ook heeft opgeleverd wat we er met z'n allen van verwachten. Hè? Van die ambities en is die nieuwe gemeente ook in staat om aan de verwachtingen te voldoen. En ja, ik hoop dat we dan hier nog een keer kunnen zitten en kunnen zeggen, nou, het heeft een paar mooie dingen opgeleverd, maar het heeft ook opgeleverd dat de kernen nog steeds het gevoel hebben dat ze in een gemeente zitten, hè, waar hun kracht en de initiatieven vanuit de kernen ook nog steeds gehoord en gezien worden. En dat we ook met z'n allen een aantal economische, hè, want we hebben best een aantal moeilijke, hè, laten we eerlijk zijn, er zijn best een aantal opgaves als je kijkt naar het klimaat en dat soort ontwikkelingen, dat we daar ook kunnen zeggen dat we dan ook als grote gemeente wat stappen gezet kunnen hebben op dat gebied. Dus de ambitie is groot op veel gebieden.